Wat is een discovery phase? Waarom heb je een discovery phase nodig? En wat doe je eigenlijk in een discovery phase? En is er ook een normaal Nederlands woord voor discovery phase? Al die vragen gaan wij beantwoorden, want dit is Enrise Business Talks, waar we het hebben over jouw e-commerce business. En om het antwoord te vinden op al die vragen heb ik weer aan tafel Michel Harskamp, onze product owner bij Enrise. Welkom terug. Dank je. En ik heb Steven de Vries, onze software architect. Welkom aan tafel bij Enrise Business Talks. Dankjewel. Ik begin even met jou, Michel. Jij bent product owner. Dus jij doet iets met agile. Kun je nog één keer uitleggen wat een product owner doet? Ik zal het proberen. Een product owner is letterlijk de eigenaar van het product. Dat betekent dat hij de stakeholders managt. Nee zegt, heel veel nee zegt, want iedereen wil alles natuurlijk. Bij Enrise als softwareclub, als leverancier, al willen we partner zijn, maar wij zijn niet de echte eigenaar van het product. Dus vanuit die hoedanigheid is product owner bij Enrise niet echt de eigenaar van het product, heeft ook vaak het mandaat niet. Werkt wel samen met de product owner aan klantkant, beheert de backlog en bepaalt eigenlijk samen met de product owner aan klantkant wat er gebouwd wordt. Schrijft de user stories, de functionaliteiten die het ontwikkelteam vervolgens uitvoert. Ja, en je had het even, je zei het woord stakeholders. Stakeholders. Hij zei ja. Stakeholders. Ja, die zijn er. Ja, streep hem door op de bingo kaart. We hebben het vandaag over de discovery phase. Dat is een soort van het eerste stukje van het project waar je gaat uitzoeken wat we eigenlijk gaan maken. Daar hebben we het in de vorige business talks hebben we het daar uitgebreid over gehad. Waarom je die nodig hebt. Wie zijn die stakeholders? Wie heb je op dat moment aan tafel? Dat kan heel divers zijn. Dat kan de eindgebruiker zijn van het product wat je gaat bouwen. Dat is een stakeholder uiteraard. Maar intern in een bedrijf heb je ook heel veel stakeholders. Denk bijvoorbeeld het management, niet de meest onbelangrijke, of directie. Die hebben maar ook wat over te zeggen. Die hebben er in principe wel iets over te zeggen, ja. Maar ook bijvoorbeeld de klantenservice, de helpdesk, financiën, de finance afdeling, marketing wilde vaak wel iets, als dat al niet de opdrachtgever is van het traject. Het kan eigenlijk iedereen zijn die bij het bedrijf van de klant werkt, maar ook de klant van de klant. Nou loop ik hier wel eens vaker rond bij Enrise en ik hoor ook wel eens de term sprint nul. Kun je aangeven wat een sprint nul is en hoe dat verschilt van een discovery phase? Eigenlijk zijn ze hetzelfde. Discovery phase dekt meer de lading. Vroeger, toen we gingen scrummen, agile gingen werken, je begint niet... Ja, dat is helemaal, zijn we daar helemaal klaar mee nu met agile en scrum? Klaar mee? Ja, als in... Zijn we daar voorbij? Hebben we een andere manier van kijken tegenwoordig naar Agile? Nou ja, kijk, Agile is een verzamelnaam natuurlijk. Binnen Agile heb je Scrum, je hebt Kanban. Het is in ieder geval niet waterval. Waarbij je van tevoren het hele systeem specificeert tot in detail. En eigenlijk na 4 weken al afwijkt van wat je bedacht had. Agile betekent natuurlijk letterlijk ook wendbaar. Je bent flexibel. Dus het is het Agile methodiek. Of je dat nou met Scrum invult of met Kanban, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Het gaat erom dat je snel probeert feedback te krijgen. Dat is het hele concept. En dat maakt je eindproduct beter. Ja, maar ik onderbreek je. Een sprint nul, want die term die horen we nog wel eens, is eigenlijk hetzelfde als een discovery phase. Feitelijk wel. Het is de voorbereiding voor het uiteindelijk het uitvoeren van het project, het ontwikkelen van je project. Steven, denk jij daar ook zo over? Is voor jou een sprint nul ook hetzelfde als een discovery phase? Voor mij zit er wel iets verschil tussen. In het verleden had je klanten die totaal geen IT-afdeling hebben. Die besteden alles uit. En die hadden een project. We willen iets gebouwd hebben. In een sprint nul onderzoek je dat functioneel en volgens ga je bouwen. Maar tegenwoordig heeft elk bedrijf al een eigen platform staan, een eigen IT-afdeling. En eigenlijk zoeken ze iets wat past binnen hun eigen landschap. Dus we doen eigenlijk veel meer dan dat. Dus beoordelen en bekijken een hele landschap. Maak adviezen. Joh, wat is een handige volgende stap? En van, ja, wat moeten wij gaan bouwen? Wat eraan staat erop? En als je nou naar zo'n discovery phase kijkt, wat zijn dan eigenlijk de belangrijkste dingen die je aan het eind van zo'n discovery phase wilt hebben? Wat lever je op? Wat zijn je deliverables? Eigenlijk, als je het heel plat slaat, een scope-afbakening. Wat wil je nou eigenlijk echt? Wat heb je echt nodig om de eerste value te gaan leveren?
En daar een zo goed mogelijk indicatie aan hangen, een kostenindicatie. Zodat je grip hebt op wat het kan gaan kosten en wat je krijgt. Ja. En in de praktijk is dat over het algemeen een backlog met user stories en epics die ingeschat zijn. Een verwachting van de velocity en ook voor zover ze bekend zijn de risico's die je ziet. Wacht even hoor, want je hebt het over user stories, epics en velocity. Ja, je moet even het woordenboek erbij. Ja, ik ga dat toelichten. Een epic is een groot brok functionaliteit. En de user stories zijn kleine brokjes functionaliteit binnen die kapstok. Als voorbeeld kun je zeggen mijn account bijvoorbeeld. Die heb ik eerder ook een keer genoemd. Mijn account is dan het grote brok functionaliteit. En de user stories is dan bijvoorbeeld iemand moet in kunnen loggen, uit kunnen loggen, wachtwoord vergeten, registreren. Alles onder die kapstok. Velocity is de hoeveelheid story points die een team per sprint kan verwerken. En als je dat weet en je weet hoeveel je totale backlog is, dan kun je het aantal sprints bepalen die je nodig zou hebben om jouw scope af te ronden. En dan kom je dus ook weer wat dichter bij zekerheid over het budget. Dat zijn je sturingsmiddelen in een traject, ja. Ja. Je kunt gemiddelde velocity, de ene keer is die wat hoger dan de andere keer, maar het gaat om het gemiddelde en dan heb je de totale backlog die ingeschat is en dan kun je uitrekenen, een prognose maken voor het aantal sprints. Ja, en dan dan zit je dus met de klant en met je eigen developers aan tafel tijdens zo'n discovery phase. En wat is dan het type vragen wat je stelt? Hoe ga je op zoek naar wat er op die backlog moet eigenlijk? En wat er bovenaan moet staan? Dat kun je op meerdere manieren doen. Het begint meestal met interviews. De ene klant is de andere niet. Sommigen hebben echt heel goed nagedacht wat ze willen, welke business rules er in het systeem zitten. Hebben ook al een goed beeld bij hun huidige landschap. Welke systemen er zijn, hoe dat werkt. Er zijn ook klanten die zeggen, ik moet mijn huidige webshop vervangen. En alles wat daarin zit, moet erin. Ja, daar red je het niet mee. Dus je gaat vragen, hoe werkt dat dan? Welke business rules zijn er? Hoe lopen jullie processen? Hoe is de orderafhandeling uiteindelijk aan jullie achterkant? Welk ERP-systeem gebruik je? Of gebruik je überhaupt geen ERP-systeem? Is het gewoon een Excel? Dat zijn eigenlijk de dingen die je probeert te ontdekken. Om zo gewoon een goed beeld te krijgen van dat landschap. En hoe het moet gaan werken. Ja, en dat is even voor mijn perspectief. Dat is vooral belangrijk, omdat je dan weet eigenlijk hoe de rest van het project eruit gaat zien. Of je probeert te ontdekken met welke systemen in dat landschap je moet gaan koppelen. Of dat überhaupt kan. Wat voor type koppelingen het zijn. Maar ook de andere kant op. Past bijvoorbeeld het domein, de business van de klant en de business rules die erbij horen, past dat in een standaard pakket wat er al is of een SaaS-dienst? Of moet je echt custom iets ontwikkelen? Ja. Dat verschilt natuurlijk heel erg voor de kosten. Belangrijke vragen om eigenlijk te beantwoorden voordat je begint. Met 15 man precies. aan het werk gaan. Bezint eer je begint, dat is een beetje precies. Het idee. Steven, jij bent softwarearchitect. Kun je mij nog heel even uitleggen wat een softwarearchitect is? Tuurlijk. Ja. Ik kan me vooral bezig met de technische kant van de zaken. En een softwarearchitect gaat vooral, zoals Michel net zei, in kaart brengen hoe systemen werken. Gaat een soort architectuurschets, net als een architect van een huis, een schets maken hoe bepaalde datastromen werken. Wat voor systemen je nodig hebt, welke systemen zijn er. Soms heeft een klant ook zelf al een systeem gebouwd. Die gaan we dan beoordelen, kunnen we dit nog gebruiken? Hoe? Misschien moet er een systeem bijkomen. Misschien moet onderzocht worden van, joh, is er niet een veel beter pakket in de markt om in te zetten? Dat zijn zaken waar ik me vooral mee bezig hou. Dat zijn heel veel vragen. Want jij zit de hele discovery phase, zit jij erbij? Zeker. Hoe lang is zo'n fase ongeveer? Soms zijn klanten zo gegroeid dat een bestaande optie die ze hebben gewoon niet meer past. Dat ze iets nieuws zoeken, greenfield voor jongens. We moeten gewoon vers kijken, wat is er in de markt, wat kunnen we gebruiken? Moeten we echt maatwerk gaan bouwen of niet? En je hebt klanten die gewoon zelf een heel landschap al hebben staan en een nieuw platform moet erop aansluiten. En dan moet ook veel meer onderzocht worden van, joh, hoe maken we nou de goede keuzes daar? Dus het verschilt echt wel per klant, per opdracht van, hoe groot moet die fase worden? En daar zie je daar ook een trend in? Zie je bijvoorbeeld bepaalde stappen die klanten nu zetten, technisch gezien, maar ook qua businessmodel? Je merkt dat veel zaken veel meer gesplitst zijn dan vroeger. In het verleden had je één e-commerce pakket waar alles in gebeurde.
Maar tegenwoordig heb je een los ERP-pakket, wat net gezegd werd. Je hebt een PIM, een product informatiesysteem. Je hebt nog ordersystemen. Eigenlijk gebruiken ze dat al lang. En e-commerce is meer een verlengstuk ervan. Dus je moet een pakket gaan bouwen of gaan uitzoeken om te zorgen dat het allemaal op elkaar aansluit. Ja, dus jij bent als architect ben je ook heel druk eigenlijk met welke data staat waar en wat moeten we. Welke data moeten we bij elkaar zoeken? Ja, en is de bron nog correct? Moet daar ook iets gaan gebeuren? Leuk dat er een systeem is voor je productinformatie, maar willen we dat gaan houden? Willen we dat op termijn gaan vervangen? Moet alles in één keer gebeuren? Dat is wel vragen waar ik me druk mee bezig hou. Ja, dus dat is een beetje een vraag aan jullie allebei, denk ik. Hoe voorkom je nou dat zo'n project een soort van sneeuwbal wordt die de berg afrolt, waarbij je op een gegeven moment gewoon het hele back-end landschap aan het vervangen bent voor een e-commerce traject? Hoe bewaak je die scope? Ja. dit is de uitdaging. Er zijn klanten die hebben ook fysieke winkels. Heb je ook mee te maken. Met kassasystemen die dan weer koppelen met een ERP-pakket, waardoor dat niet vervangen kan worden. Wat ik in het begin zei, stakeholder management is daar echt een hele belangrijke in. Je moet echt alles wat je doet in zo'n discovery phase en uiteindelijk in het traject, moet in lijn liggen met het probleem wat je wilt oplossen of het doel wat je wilt bereiken. Zoveel mensen, zoveel wensen. Iedereen wil van alles. Wat je ook vaak ziet bij een nieuwbouwtraject of een herbouwtraject. Iedereen wil iets. Iedereen wil wel iets verbeteren in het platform. Maar je moet daar concessies in maken. Keuzes maken is daarin heel belangrijk. Als je geen keuzes maakt, dan groeit dat budget wat nodig is exponentieel. En Steven, vanuit technisch perspectief, heb jij als architect ook de rol om te zeggen van, nou ja, goed, tot en met deze verbinding gaan we er nog aan zitten en deze systemen laten we met rust. Ben jij degene die daar de grens in trekt? Ja, samen met de klant natuurlijk. Maar dat we Michel eerder ook al zei van, joh, het gaat hem ook voor zo snel mogelijk waarde toevoegen. Dus het kan zijn dat we een oud systeem gewoon zo laat als het is. En dan zetten we er vaak een laag tussen, zodat ze op termijn het systeem kunnen vervangen, maar wel alvast kunnen genieten van hun nieuwe platform. Dus ik zit meer gefocust op gefaseerde aanpak, vooral als het een wat forse project is. Want ja, dan heb je ook snel je waarde terug van wat je bouwt. Ja, en welke technische trucs, technieken zet je dan in om dat voor elkaar te krijgen? Want ik kan me voorstellen dat je ook wel systemen tegenkomt van je denkt van, wat moet ik hiermee? Nou, soms gebeurt het dat de bestaande applicatie uitgebreid wordt door hetgene wat ze al gebouwd hebben. Bijvoorbeeld een nieuwe API eraan vastkoppelen. Soms kan het zijn dat we een laag tussen stoppen. Dat kan dan betekenen op termijn kan je dat externe systeem vervangen zonder dat je e-commerce platform aangepast hoeft te worden. Dus ik hou veel van tussenlagen, gefaseerd werken, omdat we dan ook snel waarde kunnen leveren. Ja, en dan even terug naar de discovery phase. Is er trouwens gewoon een normaal Nederlands woord voor? Want we hebben het al over stakeholders en agile gehad. Het is ook lekker om af en toe een Nederlands woord. Noemen jullie dat gewoon ontdekkingsfase? Of? Soms ook wel advies direct, want de klant zit gewoon met een vraag. Is dat eigenlijk wat het is? Een adviestraject. Ben jij als architect in een discovery fase, ben jij gewoon nog bezig eigenlijk om technisch advies te geven? Vaak zit daar wel een kern in. Ja. Een klant heeft vaak een idee wat hij wil. Die weet heel goed van, joh, deze kant op, dit wil ik krijgen, maar hoe die daar komt, dat is vaak onduidelijk. En wij helpen erbij door in kaart te brengen wat ze hebben, waar ze toe willen. En moeilijke vragen stellen van, joh, waar ligt nou de prioriteit? Waar zijn jullie het meeste mee geholpen in het begin? Om daar een beetje een afgekaderd gedeelte van te maken, zodat we snel mogelijk, nou, wat ik al zei, die waarde kunnen opleveren. Zodat ze gelijk van kunnen genieten. Ja, en als je dan even puur naar de technologie kijkt, zie je daar ook nog trends? Zie je dingen die mensen graag willen nu, waarvan je 2-3 jaar geleden dacht van, nou, dat had nog niemand technisch gezien? Nou, wat ik al zei, van tegenwoordig zijn veel meer zaken gesplitst. Systemen specifiek voor een doel, in plaats van één middel voor alles. Ja. En je merkt dat klanten nu bijvoorbeeld met groeiproblemen zitten. Nu met de corona, iedereen bestelt online. Er komen veel meer orders binnen dan eerst verwacht. Ja, het is misschien niet allemaal geautomatiseerd. Het is veel meer handwerk. Ja, we komen om in de orders, heel goed. Maar we moeten ze ook kunnen verwerken. Ja, het luxe probleem van, kan het platform de groei nog aan? Ja, zeker. Schaalbaarheid is ook een ding. Vaak hebben ze dan een e-commerce platform staan wat prima werkt. Maar als er dan zoveel bezoekers op komen en je platform valt om, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus schaalbaarheid is ook een issue tegenwoordig. En nou is het zo dat je ook steeds meer diversiteit krijgt in producten. Je kunt allang niet meer, zeg maar, gewoon een auto aanbieden met 3 verschillende motoren of een bank in 4 verschillende kleuren. Alles is configureerbaar en alles is customizable. Is dat ook iets wat jullie terugzien in de platformen die jullie bouwen?
Vaak wel in de projecten die echt maatwerk behoeven. Want anders kan je daar een standaard pakket gaan inzetten. Dus vaak zijn het de klanten die met een complex product zitten, of naar variaties van producten, een configurator nodig hebben om vervolgens iets te kunnen bestellen. Dus daar kunnen we goed bij adviseren. Misschien is een standaard pakket die we iets kunnen aanpassen, zeker kunnen uitbreiden. Misschien moet het echt gewoon maatwerk worden. En dat zijn vooral zaken waar we antwoord op willen krijgen in die discovery phase. Ja, dus, maar het kan dus ook zijn dat jullie aan zo'n eind van zo'n discovery phase denken van ja, nou misschien is het al helemaal geen klusje voor ons. Dat kan zeker. Dat kan zeker. Het is niet zo, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Er kan echt uitkomen, je kunt beter een standaard pakket inzetten. En dat zal misschien niet 100% aansluiten, maar toch zeker 80%. Het scheelt je wel heel veel maatwerk en dus kosten en je bent sneller naar de markt toe. Dus er zijn echt trajecten geweest dat wij geadviseerd hebben, neem een standaard pakket of een standaard dienst af. We proberen daarin wel objectief en onafhankelijk te zijn. Hey, en dan even gewoon even een paar sappige vragen. Heb je een paar sappige vragen? Want je komt dus bij heel veel klanten, neem ik aan, en je doet die discovery phases en je komt van alles tegen. Technisch, maar ook organisatorisch. Heb je een paar mooie voorbeelden van de dingen? Ook liefst ook dingen die je hebt kunnen oplossen. Dat zijn de mooiste verhalen. Nou, een van de mooiste is een exportfunctionaliteit die was per se nodig. Naar een Excel-bestand, want dat was makkelijk te importeren. En we bleken het uiteindelijk voor gebruikt te zijn om een mailing te gaan versturen naar die mensen met inhoud. Okay. Iemand ging dus met de hand in een e-mailprogramma kopiëren, plakken naar een mailtje en dat gaan versturen. Ja, als je erachter komt, denk je, jongens, dat kan anders. Dus ja, en dan zeg jij, er zijn tegenwoordig ook regels voor dat soort dingen. Dus daarom is het vaak ook handig om de vraag achter de vraag te stellen. En dan te kijken, ja, waarom heb je dit nodig? En kan dat misschien niet veel beter? En organisatorisch, want ik hoorde al een paar keer het woord stakeholders. Wat doe jij als techneut eigenlijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen in zo'n discovery fase? Ja, soms weten ze van elkaar niet wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Vooral ook als je het over techniek hebt. Ja, ik dacht dat dit in dit systeem zat. Nee hoor, dat hebben we daar gedaan. En vaak komen dan wat lijken uit de kast tijdens de discovery phase. En dat is eigenlijk maar goed ook dat we die dan ook weten. Want anders kom je de gaandeweg de bouw achter. En dan kan het best kostbaar zijn om weer terug te gaan. Ja, want het is dat eigenlijk de essentie van de zaak? Dat je in zo'n discovery phase de lijken opruimt, zodat je er later niet over struikelt? Om deze metafoor maar even door te trekken. Dat is het doorlichten van wat ze hebben en wat ze nodig hebben. En daar en adviseren welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Dus ja, er komen soms lijken de kasten, soms wat meer dan een andere keer. Maar het is goed om ze boven tafel te hebben, gelijk vanaf de start. En overigens niet alleen technisch hoor, ook qua business. Je merkt soms ook dat bepaalde businessprocessen, die zijn er, die werken. Maar als je dan in gaat zoomen, dat niemand eigenlijk precies weet waarom het nou zo werkt. Daar kom je ook wel eens tegen. Jij, heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld kortingsconstructies. Wanneer geef je welke korting in welk geval? Strategische prijsstellingen. Het is zo, het werkt. Maar als je dan gaat vragen wanneer welke korting dan precies in welk geval. En men moet nadenken over die regels. Dan komen we tot de conclusie, dat weten we eigenlijk niet precies. Dat moeten we echt uitzoeken met allerlei andere mensen intern. Hoe dat precies werkt. Dankjewel. Dus wat is nou eigenlijk zo'n discovery phase of zo'n adviestraject, ontdekkingsfase? Het is eigenlijk vooral belangrijk dat je de lijken uit de kast haalt. Dat je weet wat er komen gaat aan risico's. Dat je die risico's beperkt. En tegelijkertijd is het belangrijk dat je van je partner waar je mee werkt goed advies krijgt en een goede schets van de oplossingsrichting die je wilt kiezen en waarmee je straks al je businessmodellen kunt gaan draaien. En uiteindelijk is het vooral ook heel belangrijk dat je de scope afbakent. Dus dat je weet wat je niet gaat doen. Dit was Enrise Business Talks. Ik zie je bij de volgende.